Mijn naam is Desta Deekman en voor het Afrika Museum zijn we bij De Bloedsteen in Ede. In het museum is nu de tentoonstelling Helende Kracht te zien. Over verschillende vormen van spirituele healing gecombineerd met moderne kunst. In Gelderland zijn ontzettend veel krachtplekken te vinden. Bij krachtplekken hangt er een bepaalde verhoogde energie. Mensen die hoogsensitief of spiritueel zijn, kunnen deze energie waarnemen en dit kan van alles met je doen. Deze zogenaamde bloedsteen is ook zo'n krachtplek. De steen stamt mogelijk uit de 7e eeuw en werd gebruikt als altaar om te offeren. Het volksgeloof wil dat als er bij de volle maan een speld in de bloedsteen wordt geprikt, deze gaat bloeden. Het bloed van de offers die hier gedaan werden door de Germaanse priesters. Voor meer video's over krachtplekken in de regio en informatie over de tentoonstelling Helende Kracht, kijk op afrikamuseum.nl.